Even lekker ertussenuit. Na 2 jaar corona hebben heel veel mensen daar zin in. En gelukkig ontsnappen ze op de Rotterdamse luchthaven aan de bizarre drukte van Schiphol. We waren wel blij dat we vanaf Rotterdam vlogen. Want we hadden zoiets, als we naar Amsterdam moeten, dan wordt het wel een beetje spannend. Maar nu hartstikke relaxed, lekker ontspannen. Weten, want dan gaat het vliegtuig niet zo druk. Dus wij dachten van nou, het zal heel druk zijn, maar het valt allemaal mee. Op de Rotterdamse luchthaven lijkt het een oase van rust. Maar achter de schermen is het aanpoten voor het grondpersoneel. Helaas moeten wij u mededelen dat de bagageafhandeling vandaag wat langer duurt. Hiervoor onze excuses. Dat gaat met name bij de afhandelaars en natuurlijk bij je security controle. Dus we hebben er zeker mee te maken. Daarom is er ook wel wat rijvorming mogelijk. En dat mensen gewoon met enige vertraging wel in een vliegtuig zitten. Maar ja, de excessen die op Schiphol zijn, die hebben wij niet. Rotterdam neemt een aantal vluchten van het overbelaste Schiphol over. Maar dat blijft beperkt. Want ook hier is er een tekort aan koffershowers door slechte betaling van zwaar werk. Ja, dat is zwaar werk. Fysiek zwaar werk. Je moet koffers op plekken verplaatsen waar er eigenlijk net niet lekker ruimte is om het goed neer te zetten. Zware lasten en heel veel werk op dit moment. En wat krijg je daarvoor betaald? Ja, op nu net iets meer dan het minimumloon, dus 10,70 euro ongeveer. Tijdens de coronapandemie kwam het vliegverkeer stil te liggen en werd het grondpersoneel massaal ontslagen. En nu willen ze niet meer terug. En die zijn ergens anders gaan werken en die dachten, hey, minder onregelmatig, minder zwaar, net zoveel geld. Nou, we werken natuurlijk samen met een aantal partners. Avia Partners is een grote partner als het gaat over de afhandeling van vluchten. Nou, ik ga niet over hun salaris of over. Dat zijn partners van ons en daar hebben we natuurlijk geen overzicht van. Maar wat vindt Rotterdam die Heek Airport daarvan? Wij vinden dat ieder gewoon een goed salaris moet krijgen voor het werken wat je doet. Als de airport en de overheid er echt achter gaan staan, als ze echt willen, als ze er echt geld voor reserveren, is er veel mogelijk. Maar de vraag is natuurlijk of ze dat bereid zijn te doen. Deze drukte is een voorbode voor wat reizigers in de zomervakantie te wachten kan staan. Ze hopen dat er dan een oplossing is. Ik vind het ook vervelend voor de mensen nu je weg kan. Ja, had daar misschien iets meer op ingespeeld kunnen worden. Maar het zou mooi zijn als ze daar wat aan de salarissen kunnen doen. Maar ik weet niet of dat korte termijn dan wel gaat helpen.